Het is donderdag 12 november. Mijn naam is Ricardo Kok en dit is het Sinterklaasjournaal. De Sint is in het land, samen met de Pieten. Pepernoten overal, tijd om te genieten. De Pieten zijn de bom, dat zul je vast wel weten. Maar de Sint mag je niet vergeten. We roepen Sinterklaasje, met zijn grote lange baard. Sinterklaasje, zit altijd op zijn witte paard. Sinterklaasje, en met een mega gave staf. Het is zeker, zeker Sinterklaasje. Goedenavond, fijn dat je kijkt naar alweer de vierde aflevering van het Sinterklaasjournaal. We zijn heel erg goed onderweg en we komen achter steeds meer informatie ten aanzien van de intocht van Arthur Nicolaas, beter bekend als Sint Nicolaas. Gisteren hebben we gezien dat Sint Nicolaas vertrokken is vanuit Madrid. En daar gaan we vandaag natuurlijk verder op door speculeren. Allereerst hebben we natuurlijk in de studio een geweldige navigatie-expert, Caro. Die gaat ons wat meer vertellen over de route die Sinterklaas kan nemen. En momenteel is ook nog niet bekend waar die gaat aankomen. En wellicht kan jij ons iets meer vertellen over waar die zou kunnen aankomen op basis van de route. Inderdaad, Caro. Zoals je op de kaart kunt zien is Arthur Nicolaas dus vertrokken vanuit Madrid. De vraag is, in principe gaat hij buitenom. Dan zou hij dus aan de kust van Nederland het land inkomen. Hij kan natuurlijk ook binnen doorgaan. Dat zou dus betekenen dat het Limburg of Brabant zou moeten worden. De meest voorkomende opties volgens de huidige informatie is Zwalk, heb ik begrepen. Dat ligt in de buurt van Rotterdam-Plaat. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk, maar daar heb ik beelden van gezien van verschillende media. Dan hebben we natuurlijk ook als optie Helmond. Geen idee wat je daar moet zoeken. Ik bedoel, lijkt mij dat Sinterklaas daar niet dood gevonden wil worden. En op zijn leeftijd is dat toch een belangrijke graadmeter. En een andere optie zou nog kunnen zijn Rotterdam. Maar ja, daar is Dick Advocaat momenteel de man van dienst. En ik denk dat Dick Advocaat niet een tweede baas daar duldt. En dan hebben we nog als laatste optie... Nou ja, in mijn beleving is het geen optie. Maar ik hoorde, het Teledagblad heeft het daar constant over, dat is Amsterdam. Maar ja, dat is weliswaar de hoofdstad, maar ik zie dat persoonlijk zolang Erik ten Hag daar trainen is niet gebeuren. Dus ja, dat zijn eigenlijk de verschillende opties buitenom, binnendoor. Dus als je buitenom gaat, zou je zeggen Amsterdam, Rotterdam. Als je binnendoor gaat, Helmond. En als je helemaal buitenom gaat, Zwalk. Maar hij is dus binnendoor gegaan, zie je aan dit lijntje. Dus ik tof, tof. Maar even, je geeft nu natuurlijk verschillende mogelijkheden. Wat verwacht jij persoonlijk waar die gaat aanmeren in Nederland? Nou Ricardo, ik persoonlijk hou het dan toch op Helmond. Gezien hij binnendoor is gegaan, gezien mijn uitleg, past dat het best. Maar ja, we gaan het zien. Dankjewel, Caro. Ondertussen hangt aan de lijn een geweldig iemand. Als het toch over navigeren gaat, komen we natuurlijk maar bij één iemand uit. En dat is de momenteel gepensioneerde Wegwijspiet. Goedenavond, Wegwijspiet. Ja, hallo zeg, hallo, ja, dat. Ja, hier met Wegwijspiet zeg. U zit in Spanje nog steeds, klopt dat? Ja, je belt mij op mijn Spaanse nummer. Nu ben ik al een tijdje met pensioen, hè? Ja. En drijf ik een restaurantje in Spanje. En hoe vult u momenteel uw dagen? Ik heb dus een restaurantje in Spanje, ergens aan de zuidkust. Ik zeg niet waar, want dan staat volgende zomer natuurlijk half Nederland voor mijn deur. Ik ben juist met pensioen gegaan om wat meer rust te hebben. En ja, God zegt, de tijd gaat sneller dan je denkt.
En zo onderhand ben ik de 100 ook al wel weer gepasseerd. Ja, ja, zo snel gaat het, hè. Spreekt u Sint-Nicolaas ook nog wel eens, of niet? Ik spreek hem nog steeds regelmatig. Jazeker, wij zijn zeer goede vrienden. Ja, en ik geef hem af en toe zo zijn wijze raad. Ik heb hem ook heel lang geleden bijvoorbeeld, toen president Obama voor de eerste keer werd gekozen tot president van Amerika. Toen heb ik hem ook eens geadviseerd, gezegd, God Sinterklaas, wordt het geen tijd dat nu president Obama gekozen is, als eerste donkergekleurde man van Amerika, wordt het nu niet eens tijd dat Sinterklaas ook eens een beetje van kleur zal gaan verschieten. Wat mij persoonlijk wel opviel is dat sinds dat u gestopt bent met uw taken als wegwijspiet, is er geen nieuwe wegwijspiet in het personeel teruggekomen. Hoe doet Sinterklaas dat nu met navigeren? Hoe werkt dat precies? Nou, ik heb Sint een beetje wegwijs gemaakt. Hoe het allemaal moet. En uiteindelijk heeft hij dat doorgekregen. Nou, en toen was ik natuurlijk niet meer nodig. Maar het heeft natuurlijk wel jaren geduurd voor ik Sint zover had dat hij een beetje kaart kon lezen, ja. U heeft ongetwijfeld meegekregen de commotie rondom het salaris van Sinterklaas. Wat weet u daarvan? Kijk, er zijn natuurlijk een heleboel raadsels rond Sinterklaas. Hoe kan Sinterklaas zomaar over de daken rijden met zijn paard? Hoe kan dit, hoe kan dat? Kijk, Sinterklaas, die kan zoveel wat wij gewone mensen niet kunnen begrijpen. En dat moeten we ook niet willen begrijpen. Oké. Nou ja, een beetje richting afsluiten. Wat gaat u de komende dagen doen? Misschien wat gaat u morgen doen? Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Morgen ga ik speculaas bakken in mijn restaurantje. En nog wat zo van die Sinterklaas dingen. Chocola ga ik maken en marsepein. En dan gaan wij dat hier in ons restaurantje, in mijn restaurantje vieren. Samen met Rosita, mijn vrouw. Tof, tof. Nou, dank u wel. In ieder geval voor het interview. Hopelijk tot ziens. En ik kan namens iedereen in Nederland zeggen dat we u als wegwijspiet enorm missen. Maar natuurlijk, zeg natuurlijk. Als je belt me wanneer je zin hebt. Dat was de wegwijspiet. Ik krijg nog even in mijn oortje door dat we ook nog even verbinding hebben met onze verslaggever. Ter plaatse, Rico. Geen idee waar die staat. Goedenavond, Rico. Waar sta jij? Ja, inderdaad, Ricardo. Ik sta op het vliegveld van Madrid. We staan hier met de hele pers enclave, omdat volgens onze informatie zou Rolf Nicolaas, de broer van Arthur Nicolaas, elk moment hier langs kunnen komen. Dus voordat wij zelf ook gaan vertrekken, hopen we die te spreken te krijgen. Heb jij nog nieuws voor ons? Omdat je zo breaking binnenkomt in deze uitzending. Nou, ik heb eventueel wel wat nieuws voor je. Rico, wie loopt er trouwens achter jou? Wat? Shit, ik ga Rolf even te pakken proberen te krijgen. Moment. Rico? Rico. Oké. Schijnbaar is Rico achter Rolf Nicolaas aan. Nou, hopelijk kunnen we Rico morgen bereiken met meer informatie over deze situatie. Voor nu sluiten we dat af. En als we het toch over afsluiten hebben, voor nu is dit ook het einde van het Sinterklaasjournaal van donderdag 12 november. Ik wil u verder nog een hele fijne dag wensen. En u weet, wij houden u op de hoogte. Wij kijken door in het land. Waar komt Arthur Nicolaas en zijn mannen, waar komen zij aan? En ik zou vooral weer zeggen, kijk morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Om meer te weten over de intocht van Arthur Nicolaas. Adios.